Sommige renners die zich nog even snel melden bij het toilet. En dan nog even bij de bus voor de laatste spulletjes. En dan zich melden bij de start. Zoals Floris Scherts, de man van BMC, nog even een happy nemen. De winnaar van dus de Volta Limburg Classic van vorig jaar. Toen hij samen met Philippe Gilbert daar reed. Daar is hij. De man dus die geboren is hier gewoon in Maastricht. Naast Philippe Gilbert staat hij. En misschien dat zometeen Bas Floris nog eventjes achter het hek even erbij kan slepen. Om eens te luisteren naar de bespiegelingen van Floris vandaag. Hij is zeker een van de mannen die ervoor moet zorgen dat Van Avermaat zo lang mogelijk veilig door dat kronkelige weggetjes in Zuid-Limburg zullen gaan. We kunnen eens even naar hem luisteren, naar Floris Scherts bij Maurice. Floris, want we kennen jou natuurlijk vooral van de Volta Limburg Classic. Je hebt het goed gedaan. Vandaag voor jou een hele speciale dag, want het is de echte race. Ja, dat is best wel speciaal. Vorig jaar toen ik de Volta won, wilde ik heel graag de Amstel Gold Race rijden. En de selectie was in de winter al gemaakt, maar ik ben heel blij dat ik dit jaar kan rijden. Voelt het nog een beetje als een thuiswedstrijd, als Maastrichtenaar? Ja, absoluut. Ja, ik ken de wegen best wel goed. En, ja, het is toch wel speciaal om vandaag met zoveel toeschouwers hier in Limburg te rijden. Het voelt wel als een thuiswedstrijd, ja. Veel succes vandaag. Ja, een thuiswedstrijd is het dan in zekere zin. Hè. Floris dus geboren in Maastricht, maar vrij snel vertrokken als student ook naar Leiden. Woonde daar al heel lang nog op kamers, tot een paar jaar geleden, student geneeskunde. Ik kan me nog het verhaal herinneren dat hij als eerstejaars prof bij BMC zijn kledingpakket kreeg. En het was zo ongelooflijk veel kleding dat het niet op zijn kamer paste. En dat zijn studentenhuis werd volgebouwd met dozen van BMC-kleding. Inmiddels is de situatie voor hem iets wat anders. En is hij gewoon een belangrijke pion in deze wedstrijd voor Greg van Avermaat. We zagen dus ook Philippe Gilbert achter Gerts staan bij een motard bij Marcel Goes. We gaan even samen de foto's van onderweg bekijken. Terwijl de mannen van Bardiani ook langzaam zich aan de start vermelden. Het groepje is inmiddels bij elkaar daar achterin, het peloton. Daar staat Van Avermaat, heeft koud, dat zie je. Handjes maar gauw over elkaar, een extra jasje aangetrokken. De eerste kilometers zullen niet de makkelijkste zijn. Als ze eenmaal een diepe finale zijn, dan is daar weinig oog voor. Maar nu vandaag nog heel erg koud in de eerste uurtjes van de koers. Waarom het even voelt, loopt er geen rem aan. Dat willen we niet hebben. Nee, dat ziet er allemaal goed uit. Banden, goed op spanning. Voelt die goed aan? Is dit mijn ideale fiets? Ja, dat is hem. We gaan eens luisteren naar een van de talenten. Zeker uit de ploeg van Roompot bij Maurice. Een van de talenten inderdaad, Martijn Budding. Was hier twee weken geleden ook nog door de Volta Limburg Classic. Toen was het ongeveer hetzelfde weer, Martijn. Voor Roompot, wat wordt voor jullie voor race vandaag? Want jullie zitten een beetje in een bijna vrije rol als Nederlandse ploeg. Ja, ik denk dat dit een koers is waar we onszelf als ploeg willen laten zien. Vooral in het begin van de wedstrijd. En in die finale hebben we uiteraard een paar mannen die gokken op een mooie uitslag. Maar ik denk dat het eerste doel is om in die ontsnapping te komen. Vergelijk eens met de Brabantse Pijl. Dat was ook een wedstrijd natuurlijk waar jullie lekker konden rijden. Dit wordt hetzelfde scenario. Ja, ik denk dat we hier allemaal voor onze kans mogen gaan. En uiteraard wel een sterke man hebben voor in die finale. En het is natuurlijk nog wel een niveautje hoger als in de Brabantse Pijl. Maar ik denk dat we hetzelfde kunnen koersen, ja. Is dat lekker vooraan, joh? Ja, ik kan er maar beter snel mogelijk bij zijn. Het scheelt weer energie in het begin. Okay, veel succes, joh. Martijn Budding dus, een van die talenten in de ploeg van Erik Breukink. Bij team Roompot, ik heb er maar net vroeg vooraan bij zitten. Natuurlijk de eerste kilometers die zijn geneutraliseerd. Zoals je weet, als we eenmaal Maastricht langzaam uitrijden, dan zal het start zijn worden gegeven. Dan gaat de vlag omlaag. En ja, het is koud. Het is zo ongelooflijk koud. En waarom trek je niet even nog een extra jasje aan, vriend? Dat zou het zoveel aantrekkelijker maken. Het is keuze. We zien dat iets wat anders daarachter bij Van Avermaat. Die met die dikke jas en zijn mutsje erop nog iets wat beter is voorbereid op deze toch koude
zondagochtend met Pasen. We zijn bij de nummer 4 van Vlaanderen van twee weken geleden, Maurice. Zoveel kabaal hier, Sander, dat ik er maar vanuit ga dat je me hebt aangekondigd. Want we hebben natuurlijk toch wel redelijk wat Nederlanders die het de afgelopen weken in ieder geval goed hebben gedaan, Dylan. Wat volg jij vandaag? 20 minuten later. Dit is natuurlijk mijn eerste keer hier in de Amsterdam Gold Race. Ik ga kijken hoe het gaat. De vorm is denk ik nog wel goed van vorige week. Die is niet zomaar weg, dus we gaan wel zien wat het wordt. Ja, want we hebben hier met name de klassiekers van de laatste weken gezien. Is dit dan omschakelen zoals iedereen zegt? Of kun je gewoon best de Amstel nog bijnemen? Ik denk wel dat je de Amstel er goed bij kan nemen. Ik had er niet helemaal op gerekend. Ze vroegen me een dag voor Roubaix. Maar ik voel me gewoon goed en ik heb daarom ook gelijk ja gezegd. Ik vind het een super mooie wedstrijd om hier te rijden. Dus ik ben benieuwd wat ik kan verwachten. Hoe ga je erin in deze wedstrijd? Want je hebt natuurlijk wel het geluk dat eigenlijk de grote kanonnen, Kwiatkowski, Valverde, Gilbert, die dragen een beetje het gewicht van de koers. Het is een beetje vrij buiten zo. Ja, eigenlijk wel. Ik moet proberen om te anticiperen. En ik denk met mij ook de hele ploeg. We hebben niet een snelle man zoals Matthews of Cobrelli. Dus ik denk dat we moeten aanvallen en dan kijken hoe ver we kunnen komen. Veel succes, Jim. Dus, zo dadelijk hier 24 jaar is hij, deze Van Baarle, Dylan Van Baarle. Dus vierde in de Ronde van Vlaanderen. Sterk. Hij werd negende in de E3-prijs en 20e in Roubaix. Maar zat lang mee van voren van Baarle. Dus en daar ziet u dat smalle pad. Dat is de doorgang van de bussen richting de start. Voor deze heren, onder andere van Bahrein Merida. Dat zie ik onder andere Visconti voorbij komen. En ook Valverde die meldt zich daar. Daar is Roman Kreuziger ook, de Tsjech die nu het hoekje omgaat. De oud-winnaar van deze Amstel Gold Race. Ook hij heeft zich gemeld om over iets minder dan 4 minuten exact te gaan starten voor 261 kilometer. En kijk hier, Daniel Os. Hij is sterk, joh. Berensterk die man. Vorige week in Parijs-Roubaix ook. Mag een stukje van de kassei. Voor Greg van Avermaet ook naar deze Italiaan gaan. Dat is die man goed. Ja, wat mogen we verwachten dan de mannen van Lotto Jumbo? Die hebben wat goed te maken natuurlijk. Na een wat teleurstellend voorjaar als het gaat om de grote wedstrijden. Maar vergeet niet in de kleinere rondes. Met onder andere Roglic of met Jos van Emden. Hebben ze daadwerkelijk een aantal overwinningen binnengesleept. Goed gedaan. Maar op het grote werk bij Vlaanderen en Parijs-Roubaix werd gegokt op Lars Boom. En dat is er niet helemaal uitgekomen. Misschien vandaag dus wel een rol weggelegd voor de ploeg van Frans Maassen. Om dat recht te zetten. Al dragen ze altijd die last mee van de Rabobank-formatie. Je denkt altijd, oh, het is niet goed met Lotto Jumbo. Maar qua budget hoorden ze bij de kleinere ploegen. Maar worden ze nog altijd geacht met de grote ploegen mee te spelen. Willen ze zelf natuurlijk ook vandaag weer een kans daartoe. Met onder andere dus Bram Tankink die zijn 13e gaat rijden. Maurice, wie heb je bij je? Tim en Taco van Roompot. En dat zijn dan de vrijbuiters ook een beetje van vandaag, jongens. Wat zei Erik Breukink voordat jullie vertrokken? Ja, het belangrijkste is dat we mee zitten in de vroege vlucht. En als we daarin zitten, kijken hoe de koers verder loopt. En wat ben je van plan? Want je staat redelijk ver vooraan, dus het kan meteen. Ja, het is wel het doen dat ik mee zit. Dat is wel mijn doel voor vandaag. Hoe is de vorm in de ploeg? Want in Brabantse Pijl zag het er goed uit. Ja, ik denk dat de vorm wel goed zit, zeker op een trein zoals Hero. Een hoop mannen die dit wel mee kunnen komen, denk ik. Maar we moeten vooruit zijn voordat het begint. Dus vandaar de vroege vlucht of een groep die later gaat lopen. Kriebelt het nog bij de enige Limburgse klassieker? Ja. Nederlandse klassieker, pardon. Ja, de grootste Nederlandse klassieker, zeker. Dus ik ben benieuwd, spannend. Hey, jongens, succes. Ja, Taco van der Hoorn dus voor team Roompot, de Rotterdammer. Althans geboren Rotterdammer, maar wel met een zachte G. Zeker heeft hij de opdracht meegekregen van Erik Breukink om mee te zitten. Roompot moet gewoon in die vlucht zitten, punt. Dat is min of meer een afspraak die daar wordt gemaakt. Nou, het is een zware druk.
Maar die kunnen ze daar wel aan horen bij die ploeg. Dat hebben ze afgelopen weken ook bewezen in de wedstrijden waarin ze mochten starten. Hier dus op uitnodiging als pro-continentale ploeg. De mannen van Rompot dus. Dan kunnen we terug naar Maurice. Ja, snel nog even met Ben Hermans. Misschien wel een van de grote favorieten vandaag. Of kleine favorieten. Oman heb je geweldig gereden natuurlijk. We verwachten je eigenlijk in de Volta Limburg Classic. Daar was het in een beetje reserverol. Maar hoe is het Ben? Want je was super in vorm afgelopen maand. Ja, maar ik ben dan ziek geworden. Maar ik daar een virus gehad. Toch nog tegen beter weten in Volta Limburg gereden. Omdat ik die koers echt goed wou zijn. Maar ik was nog ziek en ik ben op zoek naar opnieuw de benen die ik in het begin van het seizoen had. Moet je ons even beloven dat je ons niet omrijdt, want over 40 seconden gaan we vertrekken. Maar wat zijn de laatste signalen voor jou? Ik had een goed gevoel in Brabantse Pijl. Het was nog niet goed genoeg, maar ik hoop hier een goede dienst te rijden van Greg van Avermaat. Mogen we je in potlood inzetten? Het zou voor mijzelf een verrassing zijn als ik echt de finale rijd met de grote kanonnen. Maar ik ga het proberen, dus het gaat ooit wel eens keren. Allee, heel veel succes, joh. Dank je wel. Carlos Betancourt, tenemos 30 seconden. Una pregunta, Alejandro Valverde, ¿puede ganar hoy? Bueno, la verdad está bastante bien. Venimos un equipo que está bastante motivado y con muchas ganas y claro, se puede ganar donde sea. Mucha suerte. Ik vraag, kan Valverde winnen? Hij zegt, ja, we zijn een gemotiveerde ploeg, we moeten het zien. En dat is natuurlijk ook zo, het zijn meer dan 250 kilometer, dus we moeten het zien. We gaan zo meteen starten, zie ik. Ja, en zeker dus met dat vertrouwen van Valverde in de afgelopen weken die daarop gedaan is, gaat het goed komen. We gaan aftellen. 5, 4, 3, 2, 1. En daar moet het startschot dan klinken van de wethouder en loco-burgemeester Jim Jansen van Maastricht. En dan is het herenpeloton daadwerkelijk onderweg voor 261 kilometer. En mooi hè. De Italianen altijd even een kruisje slaan vlak voordat ze de start daadwerkelijk passeren. Op deze zondag 16 juli, de 52e Amstel Gold Race. Een koers dus die straks vanmiddag rond de klok van 16:30 moet gaan finishen. In Vilt met dus 35 hellingen met de grote namen als Valverde, Gilbert, Kwiatkowski en misschien ook wel Matthews als grootste kanshebbers met Van Avermaat erbij. Maar ook met een hele grote groep outsiders die ieder jaar, net als ieder jaar, ook kunnen verrassen.